ik liep met een vriendin en die pakte enthousiast mijn hand zo van, och, wat een prachtige sterren. Op dat moment voel ik mijn ringetje vallen en we zijn onmiddellijk gestopt. We hebben, nou ja, misschien wel een half uur of een uur gezocht, je weet niet meer de tijd. En toen dachten we, nou, we moeten dit opgeven, we moeten het morgen nog misschien opnieuw gaan zoeken. Deze ring is voor Evelien meer dan goud waard. Het sieraad was van haar dochter Sophie, die op 10-jarige leeftijd overleed. Het is materieel, maar het, is, ja, het hoort bij je. Je bent ermee vergroeid. Dus op het moment dat je het kwijt bent, ja, dan ben je... Ja, je bent even gewoon echt helemaal van slag. Na lang zoeken op het strand besluit ze naar bed te gaan. De volgende ochtend gaat ze verder. Maar ja, er was gewoon niks. Eveline heeft de hoop bijna opgegeven totdat ze plots Leo Schaders ziet met zijn metaaldetector. Zij en haar vriendin Margot spreken hem aan. Ja, dat was mijn laatste hoop. Dat je denkt van ja, je kan het gewoon niet zelf vinden, zoiets. Nou, ik deed me gewoon wel wat, het liep ook niet echt los. En ik had zoiets van nou, morgenochtend ga ik toch weer vroeg het strand op. Ik denk dat ik er weer naartoe ga. En dan is dit het zoekgebied. Ik hoorde een behoorlijk zwak signaal. Nou, toen had ik hem gevonden. Wat was jouw reactie? Ja, of ik hem mocht doen. Ja, dat mocht.